Hallo jongens en welkom in deze Q&A. Ik ga vandaag al jullie vragen beantwoorden over moederschap, werken en moeder zijn, mentale gezondheid voor mezelf zorgen, communicatie met mijn man. Allemaal van dat soort vragen beantwoorden. Ik ben niet helemaal fit, dus als je denkt, Unieke, wat klink je raar, daar komt het door. Ik voel me verder prima. Het klinkt erger dan hoe ik me voel. Ik heb jullie op Instagram gevraagd om mij vragen te stellen. Nou, dat hebben jullie massaal gedaan. Superleuk. Dus ik heb er een aantal vragen uitgehaald. En nou, die gaan we lekker behandelen vandaag. Lekker gewoon even kletsen met elkaar. Ja, en als je nou wil reageren op dingen die ik zeg, doe dat dan even in de comments. Het is altijd natuurlijk een beetje lastig omdat jullie niet gelijk terug kunnen praten. Dus zet vooral lekker in de comments je reacties op wat ik zeg. Vind ik alleen maar super interessant. Pak lekker een kopje thee, een kopje koffie en even een rustmomentje of zo. Evie ligt lekker te slapen, dus ik heb een beperkte tijd om deze video op te nemen. Dus laten we gewoon vooral gauw beginnen. Hoe heb je de energie om alles te doen? Werk, kind, huis, sporten, vrienden en familie, etc. Ik denk door prioriteiten te stellen, door, ik heb het al vaker volgens mij ook verteld, maar bij mezelf in te checken, hey, hoe zit ik in mijn energie? Als ik merk, werk vraagt super, super veel aandacht, dan ga ik misschien die week wat minder met vrienden doen. Als ik merk, Evie is ziek, dus heeft heel veel aandacht nodig, dan ga ik misschien op mijn werk een tandje minder hard werken. Natuurlijk ga ik er nog steeds heen, als dat tenminste kan, met een ziek kind thuis, maar... Nou ja, dan heb je daar even iets minder te geven. Ik heb maar 100% van mezelf te verdelen, zeg maar, in een week. En ja, dus het is prioriteit stellen en weten wanneer je welke bal eventjes wat minder hoog in de lucht kan houden. Dus dat vooral. En het verschil denk ik ook gewoon enorm per persoon. Ik kan me voorstellen als mensen naar mijn YouTube-kanaal kijken dat ze denken, wow, die is echt super productief en altijd bezig en dit en dat. En... misschien in vergelijking met sommige mensen is dat ook zo. In vergelijking met andere mensen zou ik waarschijnlijk minder doen. Dus ik zou het denk ik ook niet afstemmen aan iemand anders. Jij hebt zelf een bepaald energielevel, een bepaalde capaciteit. En dat is wat je in kan zetten of zo. Dus als jij iemand bent die meer rust nodig heeft dan ik, dan ziet jouw week er heel anders uit. En dat maakt je dan niet minder productief. Je bent nog steeds gewoon zo bezig als jij bezig zou moeten zijn. Dus ja, dat is denk ik een tweede. Niet vergelijken met anderen, maar gewoon kijken naar jezelf of zo. We gaan gelijk heel diep. Wat doe ik elke dag om voor mezelf te zorgen? Op tijd opstaan is een van de dingen die ik echt doe om voor mezelf te zorgen. Om 's ochtends wat rust te hebben voordat alles begint om wat tijd voor mezelf te hebben, stilte om me heen te hebben en rustig op te kunnen starten of alvast wat to-do dingetjes af te tikken. Dat helpt enorm. En de tweede is goed eten. Dus eten om mijn lijf goed te voeden, dat ik de energie heb die ik nodig heb, dat ik geen dips heb, dat ik me niet slecht voel. En soms denk ik wel eens, om een soort van lief voor mezelf te zijn, ga ik dan ongezonde snacks eten. Maar in die end word ik er helemaal niet blij van. Want het is eigenlijk helemaal niet lief tegenover mezelf. Want als ik ongezond ga eten, dan heb ik minder energie. Dan voel ik me minder lekker in mijn lijf. Dus ja, in die end is dat niet heel vriendelijk. Natuurlijk eet ik soms ook chocola en friet en I don't know. Gewoon lekkere, zoete, vettige dingen. Dat is alleen maar hartstikke fijn en prima. Maar... met mate of zo, ja. Het is niet verboden, maar ik hoef het ook niet zoveel, want ik word er ook weer niet zo gelukkig van. Ook in de supermarkt een prioriteit van maken. Dus dan proberen we veel groente, veel fruit, goede bronnen van eiwitten, vetten, dat soort dingen. En dan dus wat minder uitgeven aan koekjes of zo, waardoor je geld over hebt om gezonde dingen te kopen. Dus daar ook echt een prioriteit van te maken. Op de tour van eten en zo vroeg iemand, eten jullie meer vlees en waarom? Ik denk dat we, sinds Evie er is, of misschien eigenlijk sinds mijn zwangerschap, dat we inderdaad meer vlees eten. En waarom dat zo is, is om, het is natuurlijk voor iedereen een hele persoonlijke beslissing. Maar wij zijn, een klein beetje meer vlees denk ik gaan eten, omdat
ik het lastig vind om plantaardig dezelfde goede voedingsstoffen binnen te krijgen die in vlees zitten. En ik weet dat er nu waarschijnlijk mensen gaan commenten dat dat allemaal wel kan. En dat weet ik ook wel, maar ik vind het wel moeilijker. En ik denk dat wij nog steeds niet veel vlees eten. Als we vlees eten, is het een kleine portie. Dus daar gaan we wel heel bewust mee om. Maar ja, dit is voor nu de beslissing die we hebben gemaakt. En misschien gaat dat in de toekomst wel weer veranderen. Iemand vroeg, heb je het gevoel dat voor YouTube en Instagram jij, dus ik, en mijn huis er mooi uit moeten zien? Ja, ik zou graag willen zeggen dat het me allemaal helemaal niks uitmaakt. En dat ik zo puur ben als het maar kan. En dat probeer ik ook heel erg. Maar natuurlijk, als ik een video maak of als ik een foto maak, dan heb ik ook een bepaalde standaard met wat ik mooi vind. En ja, daar probeer ik dan wel naar te streven op die foto. Dat ik een mooie foto maak. En ja, dat je er ook wel een filtertje overheen gooit bijvoorbeeld. En dat doe ik echt niet altijd. En mijn verhalen zijn meestal zonder filter. Ik probeer gewoon puur te zijn. Ook al vind ik dat dan soms niet zo mooi, dan plaats ik het toch. Maar ja, ik ben daar natuurlijk ook niet helemaal ongevoelig voor. Ik bedoel, ik heb nu ook de camera zo neergezet dat ik denk, hey, dit ziet er leuk uit. ja, maar dat verschilt heel erg bij een video zoals dit of bijvoorbeeld een vlog. Bij een vlog denk ik, het maakt me echt helemaal niks uit. Ik neem jullie gewoon mee in mijn dag met hoe mijn dag gaat. Ja, dus bij de ene video maakt het me wat meer of minder uit dan de andere video. Ja, maar ik heb wel eens met Jeroen gezegd van, ja, die video's zouden zoveel mooier en beter zijn als ons huis mooier was. Als onze keuken mooier zou zijn. Als dit, als dat. Omdat ik een make-over video deed en dat ik dan dacht, ja, ik moet er gewoon heel veel geld in steken, want dan heb ik een goede video. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, en ik ben mezelf daar ook wel heel bewust van dat ik daar dus op let en niet daaraan toegeef of zo. Het is heel makkelijk om, denk ik, in die valkuil te stappen als je jezelf op sociale media begeeft. Om ook maar alles mooi voor te doen en mooier uit te laten zien. Ja, dus het is lastig om niet in die valkuil te stappen, maar volgens mij doe ik dat best oké. In ieder geval voor mij voelt het goed hoe ik het nu doe. Ja, ergens een beetje ertussenin of zo. Iemand vroeg, hoe voel je je nu 1,5 jaar postpartum? En dat vond ik een leuke vraag, want na een poosje krijg je die vraag eigenlijk nooit meer. Als je echt net een kind gekregen hebt, dan vragen mensen heel vaak nog, oh, hoe voel je je nu? Ja, met dat gebeurd is, zeg maar. Maar 1,5 jaar later krijg je die vraag bijna nooit. Dus leuk. Ja, ik voel me goed. Fysiek voel ik me helemaal prima. In de laatste paar maanden ben ik ook wel bezig met een soort shift of zo. Want ja, toen ik net bevallen was, had ik een soort van nog de overtuiging. En daarna van, nou, als ik maar sport en gezond eet en zo, dan kan ik nog wel een soort van terug naar hoe mijn lijf eruit zag voordat ik zwanger werd. Maar langzaam maar zeker begin ik me steeds meer te realiseren dat dat gewoon niet meer gaat gebeuren. Ja, niet hetzelfde even slank of zonder stretch marks en zo uitzien. En dat is een soort van proces, want soms baal ik daarvan. Soms ben ik een beetje boos op mijn lijf of zo. Maar ik begin ook wel, of ik probeer steeds meer te accepteren en vriendelijk naar mezelf te zijn. En ja, te accepteren dat mijn lijf ja, dat mijn lijf er nu eenmaal anders uitziet dan eerst. En dat ook gewoon helemaal oké is. En dat vind ik ook wel oké, maar soms werkt mijn gevoel daar niet helemaal in mee. Dus ja, ik voel me goed en soms is het mentaal nog een beetje een zoektocht. Ja. Wat vind ik van mijn baan? Vind ik dat ik genoeg werk? En hoe ervaar ik de combi werk en moederschap? Ja, ik werk de ene week 3 dagen en dan 2 dagen en dan weer 3 dagen en dan weer 2 dagen enzovoort enzovoort enzovoort. Ja, ik was een beetje op zoek op mijn werk naar wat meer uitdaging. Ik vind het echt super leuk wat ik doe. Ik werk in het onderwijs, mijn grote onderwijsinstelling en dan in de ondersteunende diensten. Dus ja, wat doe je dan van alles? Echt, je kan het zo gek niet bedenken. Een beetje spinnen in het web zijn, allemaal dingen in de lucht houden, iedereen overal een beetje helpen. Echt heel veel verschillende dingen. Maar ik vond daar niet zo heel veel uitdaging meer in. En nu heb ik sinds kort een superleuk project erbij gekregen. Nou, daarvoor gedetacheerd bij een ander onderdeel was ik voor gevraagd. Superleuk om te doen, dus daar haal ik weer heel veel uitdaging uit. En ondertussen ben ik gewoon rustig verder aan het kijken in onze organisatie of er een keer
iets komt wat ik dan wat ik leuk vind om te gaan doen. Maar ik heb superleuk, super lieve collega's. Ja, ik ben altijd heel gemotiveerd om naar mijn werk te gaan. Ik vind het altijd leuk om erheen te gaan. Maar ja, niet altijd misschien, maar wie wel. Maar ik heb in ieder geval nooit buikpijn om naar mijn werk te gaan. Ja, dus ik geniet heel erg van het werk. En wat vind ik van de combi werken en moederschap? Soms is het lastig. De laatste weken was het lastig, want toen was ik thuis wat meer nodig. Maar op mijn werk waren er dus allemaal nieuwe dingen die ik ging doen. Dus daar moest ik ook veel energie in steken. Dus dan is het een beetje zoeken van, ja, waar haal je de energie vandaan om dat allemaal te doen? Dus soms is het wel zoeken. Want doordat je niet fulltime thuis bent en niet fulltime aan het werk bent, doe je het soms beide half. En ik hou er niet van om dingen half te doen. Of dan merkte ik dat de dagen dat ik thuis was, dat ik dan alleen maar to-do's aan het aftikken was, omdat ik morgen alweer moest werken en dit moet allemaal vandaag gebeuren, de was en het schoonmaken en dat soort dingen. En dan had ik toch niet echt een rust en tijd en aandacht voor mijn dochter. Ja, dus soms is het zoeken, maar 9 van de 10 keer gaat het gewoon heel relaxed en ik vind mezelf ook een fijnere en geduldigere moeder als ik af en toe niet thuis ben. Dus ik vind die combi heel fijn. En ik vind het niet te veel of te weinig. Ik vind dit gewoon een fijne verdeling. Ja, de ene week ben ik iets meer aan het werk. De andere week ben ik iets meer thuis. En dat voelt goed. Ja, dat voelt fijn. Nou, wat heb ik over mezelf geleerd sinds ik moeder ben? Dus door moeder zijn, door moederschap. Ik heb ontzettend veel over mezelf geleerd. Echt. Opvoeden en ouder zijn gaat zo erg over hoe je zelf in elkaar zit, wat je voelt, wat je denkt, hoe je tegen de wereld aankijkt. Het gaat, ja, het gaat zoveel minder over wat je kind precies doet, maar veel meer over wat doet dat met mij? Hoe voel ik me daarbij? Hoe reageer ik daarop? Waarom reageer ik daarop? Wanneer word ik getriggerd? Allemaal van dat soort dingen. Dus ontzettend veel geleerd, maar een van de dingen die ik niet verwacht had dat ik geleerd was, dus dat misschien ook nieuw is voor jullie, is dat ik heel veel geduld heb met mijn dochter. Echt, mijn geduld kan bijna niet op met haar. Maar ik heb veel minder geduld met Jeroen, met mijn man. Ja, en dat was nieuw. Want we hadden nooit gedoe, we hadden nooit ruzie. Het was altijd chill. En ja, dan hadden andere mensen het wel eens over dat ze ruzie hadden. Of ruzie, of zeg maar woordenwisseling hadden. En ik had, ja, kon altijd, was niet zo relatable voor mij, omdat wij dat gewoon nooit hadden. En nu wel. Nu zijn er ook dingen waar we het niet met elkaar eens zijn. En dat is nieuw. En ja, ik leerde dat ik heel veel geduld met Evie heb, maar een stuk minder geduld voor Jeroen kon opbrengen. Dus dat is iets waar ik heel hard aan heb gewerkt de afgelopen 1,5 jaar, maar ook nog steeds aan het werken ben. Ja, dus dat, dat was nieuw. Tips voor activiteiten met een kind van 1,5. Vind ik lastig. Ik kan natuurlijk heel veel dingen delen die Evie leuk vindt, maar niet alle kinderen vinden dat even leuk. Ik zal zorgen dat ik in de komende vlogs daar ook wat meer aandacht aan besteed. Want ik doe best wel veel leuke activiteitjes met Evie, maar ook hier thuis, knutseldingetjes. Daar kan ik wel eens wat meer van delen. Een beetje Montessori geïnspireerd ook wat we vaak doen. Ja, dus daar zal ik wat over delen. Maar echt qua activiteiten vind ik het heel leuk om naar de kinderboerderij te gaan met haar. Om naar bijvoorbeeld een pluktuin of ja, gewoon naar buiten. Alles buiten is prima. Gewoon op de fiets ergens een random speeltuintje in een wijk zoeken waar we nog nooit zijn geweest. Of ja, überhaupt gewoon fietsen vindt ze echt geweldig. Alles buiten. Evie is echt een enorm buitenkind. Als het aan haar ligt is ze de hele dag buiten. Onze activiteiten bestaan denk ik vooral heel erg uit dingen die ik leuk vind. waarbij ik haar dan meeneem en dan vindt ze het ook gelijk leuk. En dus heel veel buiten. Maar ik zal wat meer daarover delen. Dat kan ik wel doen, dat is leuk. Denk ik er wel eens over na om Evie niet meer herkenbaar in beeld te brengen? Ja, heb ik wel gedaan. Nu niet echt een topic waar ik mee bezig ben. Jeroen en ik hebben hier, nou, voordat ze geboren werd, maar ook regelmatig hebben we het hier over. We hebben gewoon een document letterlijk opgesteld met een soort van,
ja, regels eigenlijk met hoe komt Evi in beeld? Wat laten we wel zien, wat laten we niet zien? Waar praten we over, waar praten we niet over? Hoe vaak komt ze op YouTube? Wat vragen we van haar? Ja, dus daar zijn we heel bewust mee bezig. En ja, ik ga dat niet allemaal hier precies delen wat onze regels zijn en waarom. Iedereen heeft daar denk ik een ander idee bij en dat is ook helemaal goed. Ja, en ik denk ook wel dat Evi de afgelopen half jaar denk ik ook een stuk minder in beeld is geweest dan helemaal in het begin. Nou, dat is dus een bewuste keuze die we met z'n allen hier hebben gemaakt. En ja, we blijven daar gewoon de hele tijd mee bezig. Dus wie weet dat er in de toekomst nog wel weer iets zal gaan veranderen daarin. Ja, maar voor nu hebben we daar wel een soort goede modus in gevonden. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Het is natuurlijk wel het internet, social media en daar zitten ook gewoon vervelende kanten aan. Je hebt het soms over verhuizen, zei iemand. Gaan jullie dat doen? Zijn jullie op zoek naar een huis? Nou, we zijn wel wat stappen aan het zetten in dat traject van een huis gaan kopen. Of en wanneer we dat gaan doen, dat weet ik niet. De huizenmarkt is natuurlijk ook niet echt een pretje op dit moment. Dus ja, weet je, zodra we daar wat verder in zijn, dan zal ik jullie er zeker ook updates over geven. Ik kreeg heel veel vragen over opvoeden. Hoe corrigeren we Evi? Wat vinden we belangrijk in de opvoeding? Iemand zei ook, wil je een video maken over opvoeden? Ook omdat ik pedagogiek heb gestudeerd. En ik heb dit soort vragen al vaker gekregen. Ik vind het een heel lastig topic om over te praten. Het voelt kwetsbaar of zo om daar dingen over te zeggen. Omdat ik het misschien zelf ook in een bepaalde zin nog wel een beetje onzeker over ben. En natuurlijk hebben wij ideeën en bepaalde overtuigingen en dingen die wij belangrijk vinden. Dus ik heb er even goed over nagedacht. En ik denk dat ik een aparte video ga maken met, nou ja, bijvoorbeeld iets van 5 dingen die wij belangrijk vinden in onze opvoeding. Ja, maar het is natuurlijk super persoonlijk. Dus nou ja, goed, dan begin ik alweer een halve disclaimer te geven voor die video. Leuk in ieder geval dat jullie daarin geïnteresseerd zijn. En ja, ik ga er nog eens eventjes goed over nadenken of en hoe ik daar wat over wil delen. Nou, en de laatste vraag, of wij een wens hebben voor een tweede kindje. Volgens mij was op een vorige Q&A, toen zei ik dat we daar enorm mee bezig waren, heel hard over na te denken waren of we een tweede kindje zouden willen, ook met oog op duurzaamheid, met oog op rust voor ons of zo. Ik zal die video trouwens ook wel even linken als jullie die willen kijken. Maar we zijn er wel uit. We willen wel een tweede kindje. Dat is echt een wens die de laatste tijd ook heel erg gegroeid is. Nog meer bij Jeroen dan bij mij. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Maar wat voor termijn, wanneer of we dat überhaupt kunnen krijgen. Ik bedoel, ja, we hebben wel een soort ideale tijdlijn in ons hoofd. Maar ja, dat moet dan nog maar net gebeuren. Dat moet je ook een beetje gegeven zijn of zo. Maar ja, als het aan ons ligt, dan komt er wel nog een kindje. Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, daar zijn we ook allebei heel erg enthousiast over. En echt zin om dat avontuur ook weer aan te gaan. Maar goed, wanneer? Geen idee. Het kan letterlijk net zo goed over 4 of 5 jaar zijn. Dat weet ik echt niet. Dus ga vooral niet in mijn video speuren naar tekenen dat ik zwanger ben of zo. Echt, als ik het ben, dan horen jullie het. maar ja, don't get your hopes up. Nou, en dan heb ik ook nog een vraag aan jullie. Namelijk, wat vinden jullie nou leuke video's om te zien? Ik vraag het ook wel eens op Instagram, maar ik vraag het eigenlijk bijna nooit op YouTube. En het is denk ik toch ook andere mensen die me niet volgen op Instagram, die me hier wel volgen op YouTube. Dus wat vinden jullie leuke video's om te zien? Zijn dat vlogs? Zijn dat dit soort video's? Zijn dat recepten? Zijn het kringloopshoplogs? Zijn het dingen over duurzaamheid? Zijn het dingen over mentale gezondheid? Nou ja, al die dingen maak ik natuurlijk al, maar wat vinden jullie nou echt leuk om te zien? Dus laat me dat vooral ook even weten in de comments en dan kan ik daar ook weer wat inspiratie uithalen. Ja, en dat was hem dan ook alweer, jongens. Leuk om weer eens van die vragen te beantwoorden. Vlogs vind ik altijd leuk om jullie wat te laten zien, maar voor mijn gevoel met een Q&A leren jullie me echt een beetje beter kennen. Dan voel ik me een soort van wat dichter bij jullie of zo. Nou ja, anyway.
Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie in de volgende video. Bye!